Ik heb een geheime som. Die geheim is, reageer het antwoord en like alleen als je het weet. Ik kan nog niet laten zien hoe ik eruit zie. Want daarvoor moeten we eigenlijk verder zijn. Er is er nu al iemand ingemaakt. Verder zijn in Rainbow Friends. Hé, een lampje. Maar ik zal jullie een sneak peek geven. Dus een voorproefje. Alleen voordat ik dat kan doen heb ik een Rainbow Friend nodig. Hé, serieus. 3, 2, 1. Daar hebben we hem. Dan moet ik dit lampje meenemen en hier naar beneden gaan. En dan heel snel deze kant op. Perfect. Want als ik dan uitzoom... Oh my gosh. Ik ben een Lookie. Niet. Ik ben geen echte Lookie. Maar misschien gelooft Blue dat wel. Ik ben een Lookie. Hij gelooft het. Oké, misschien niet helemaal, want hier kun je nooit ingemaakt worden. Maar eerlijk is eerlijk, ik zie eruit als een Lookie. En daar is een reden voor. Volgens mij heeft Blue iemand ingemaakt. Oh, ja, volgens mij wel. Ik wil namelijk spelers in de maling nemen. Nee, Blauw, doe het niet. Zoals deze speler bijvoorbeeld. Die snapt er waarschijnlijk niks van. Oh, wordt die ingemaakt? Wordt die... Oh... Het antwoord is ja. Wacht eens even. Nee. Er is namelijk een ronde in Rainbow Friends. Waarbij spelers de Lookies moeten zoeken. No way. Dit is zo cool. Ik neem deze mee en... Oh, waarom? Serieus? Gewoon een Lookie in een doos. Oké, ik moet heel snel zijn, anders ziet hij me. En dat moment is... Oh my gosh. Ik heb te veel lampjes bij me. Dit is een van die momenten dat spelers niet zoveel doen. Behalve opgegeten worden. Oh, snel. Oh my gosh. Oh my gosh. En ik bedoel dat niet flauw, maar serieus. Hier is een lampje. Hier is een lampje. En hier is een lampje. En zelfs hier is er een. Oh my gosh. Het lijkt alsof Paars een geel hoofd heeft. En over geel gesproken. Heb je de vorige video gezien waarin ik me vermomde als Paars? Ik heb gewoon een speler ingemaakt toen. En deze leveren we in. Ik was het bijna vergeten. Serieus, Groen. Ik wou je wat leuks vertellen. Als we naar de winkel gaan, is daar een legendary. En ik heb hem gekocht. Dus ik zit nu in een dobbelsteen. Ik zie Groen gewoon weer. Dat is zo gaaf. Maar houdt Blauw van een dobbelsteen? Nee, want hij gaat er vandoor. Dit is hoe het eruit ziet als een Lookie in een raceauto zit. Serieus? Een kerstdoos? Hoeveel dagen tot kerst? Reageer het in de reacties. Ik ben benieuwd wie het goed heeft. Dat is zo schattig. De Lookie zit letterlijk in de attractie. Of tenminste, ik ben het natuurlijk. Maar dat weten mensen niet. Tenminste, Blauw weet het wel. Oh nee, dat is best wel dichtbij. Gelukkig kan ik zien waar de lampjes liggen. Het blijft een uitdaging, maar net op tijd. Dit is wat ik zo meteen ga doen. En volgens mij gelooft iedereen dan, dat ik een Lookie ben. Nee, 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 niks aan het handje. Er is trouwens nog iets wat ik wil laten zien. Blauw gaat op bezoek bij Paars. En dat heeft alles te maken met Blauw. Er gaan verhalen dat je hem namelijk uit Rainbow Friends kan bannen. Ik ben serieus. Dat jij dus nog in het spel zit, maar Blauw niet meer. Alleen lukt dit bijna nooit. Hallo Groen. Om dit te laten werken, heb je in het nest van Geel nodig. Nu heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt. Weet je wat? Ik zal het laten zien. Dit ziet er ook zo grappig uit. We hebben hier een brandblusser. Hier hebben we er een. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar Blauw. Die hebben we namelijk nodig voor dit experiment. Dat is immers degene die we willen bannen. Eerst neem ik deze mee. Ik neem deze mee. En dan moet Blauw met ons meekomen. Groen, ik heb jou niet nodig vandaag. En dan moeten we eigenlijk hopen dat hij hier naar beneden valt. Hij komt er vast wel aan zo. Ja, precies wat ik zei. Oké, dan moet ik even nadenken hoe het ook alweer precies werkt. En daarvoor ga ik eerst even hier zitten. Waar hij mij niks kan doen. En ja, perfect. Hij zit weer achter me aan. Kijk, hij moet hier naar boven komen. Nee, Blauw, wacht nou. Ga niet weg. Oh. Ach ja, we hebben hier nog een brandblusser. Oh, daar is hij weer. Oké, perfect. Dan kan ik het nog een keer proberen, hopelijk. Ik moet hier naar boven toe. Oh nee, kom op, kom nou, kom nou. Hier naar boven toe, perfect. Oh my gosh, hij is zo erg aan het glitchen. Hij ziet mij namelijk, dat zie je aan het uitroepteken. Maar hij weet niet hoe hij hier kan komen. Dus het lukt mij niet omdat ik een Lookie ben. Maar reageer ja als ik het de volgende keer moet proberen. Die speler zit alleen maar in een doos. Oh, en ik geef hem geen ongelijk. Dit ziet er zo grappig uit. Ik ben letterlijk een Lookie. Oh, mwah. Ik ben aardig. Weet je wat wel jammer is? Er zijn bijna geen spelers meer. Dus in plaats van de spelers moet ik straks proberen om de Rainbow Friends te laten geloven dat ik een Lookie ben. En ik weet niet of ze dat gaan doen. Zo niet, dan ben ik een leuke midnight snack. Waarom altijd als ik die kant op moet? Weet je wat? Ik ga gewoon... zo. Ja, perfect. Oké. Ben je serieus? Er zijn mensen die denken dat de Lookies eten zijn. Ja, het klinkt misschien raar wat ik zeg. Maar dat de Lookies dus worden opgegeten door Blauw, Cyan, Oranje en de rest. Zodat zij sterker kunnen worden. Dat klinkt best wel zielig. Wow, moet je dit zien? Ik kan letterlijk uit de map zoomen. Lever deze in. En natuurlijk, hier kan ik weer niet langs. Hier hebben we er een. Ah, waarom? Wees eens een keer aardig. Als jij jezelf zou kunnen veranderen in één item in Rainbow Friends. Welk item zou je dan kiezen? Geel zit achter Geel aan. Oh nee. Oh, ben je echt serieus? Oh... Op het nippertje gered door Geel. Maar zou je dan kiezen voor de brandblusser, het lampje, suiker of dus een Lookie zoals ik? Ik ga er hieruit en ik lever het in. Dit is zo raar. Ik ben een Lookie die een Lookie vast heeft. Maar zouden we die speler daar kunnen laten geloven dat ik een Lookie ben? Laten we hem achtervolgen. En als die dan zometeen stilstaat, dan gaan wij dus gewoon bij hem zitten. Oh wat? Het lijkt alsof we samenwerken. Ik heb Blauw achter me aan en ik neem een blauwe Lookie mee. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Eigenlijk moet ik een manier vinden om daarin te kunnen. Ik heb misschien wel een manier. Alleen daarvoor heb ik Geel nodig. Blauw. Niet jou. Hé, een rode. Die neem ik mee. Geel moet er namelijk voor zorgen dat ik een auto heb. Je kunt namelijk niet springen in Rainbow Friends. Tenzij je ergens uitstapt. En dat ga ik misschien kunnen gebruiken om bij de rest van de Lookies te komen. Dan ben ik eindelijk thuis. Kijk, ik ga nu eerst hierin zitten. Hier de bocht deze kant op. En dan moet ik hopen dat Geel... Oh... Oh, ja. Hij gaat de ladder af. Gil moet met me meekomen. En als hij me pakt... Oh, yes. Zitten we in de auto. Het lijkt wel alsof het een kinderwagen is. Het lijkt nu alsof de auto een soort van kinderwagen is en de Loekies de kinderen zijn. En nu moet ik proberen dit ding bij de spawn te krijgen. Oh nee, maar dat kan waarschijnlijk niet. Misschien hier. Oké, ik heb het geprobeerd. Ah nee, ik kan er nu niet meer... Oh... Ja, ik kan er wel in, maar helaas werkt dat niet. Hij levert er één in en ik lever er één in. Mijn plan is mislukt, dus het enige wat ik nu kan doen is de rest van de Loekies inleveren. Zou ik door dit hek heen kunnen glitchen? No way. Doei doei, Oddworld. Ja, op deze manier kan ik niet winnen. Kijk, die speler snapt er niks van. Maar gelukkig kan ik ook weer terug. Hier hebben we een Loekie. Oh my gosh, ik heb blauw en geel tegelijk achter me aan. Ik weet niet wat erger is. Nou ja, waarschijnlijk blauw. Hoeveel rondjes zou ik kunnen draaien voordat blauw moe wordt? Ik ga het proberen. Oké, Blue heeft een veel te goede conditie. Hier hebben we rood. Oh, zo grappig dat het karretje er nog steeds ligt. Stel voor, er wordt nog een voertuig toegevoegd in Rainbow Friends. We hebben natuurlijk nu auto's. We hebben die soort van zipline waarmee je naar de grot van Oranje kan. Maar wat dacht je van een vliegtuig of een motor? Een skateboard? Oh. Laat in de reacties weten. Ah, ben je serieus? Waar gaat Blauw heen? Blauw liep de verkeerde kant op. Kijk, en dit is heel irritant, want geel zit achter me aan, maar groen moet even doorlopen. Groen, loop nou door. Hop. Oh my gosh. Oef, net op tijd. En weet je wat? Ik wil eigenlijk wel dat hij me meeneemt, want dan kan ik even kijken waar de laatste Loekie ligt. Dat is het voordeel aan geel. Als die je meeneemt, heb je even een overzicht over heel de map. Helaas heb ik hem niet gevonden. Oh, dus waarschijnlijk ligt het ergens binnen. Misschien achter deze deur. Dat is geen Loekie. Rood drukt op de knop. En dat betekent vuurwerk. En daar staat hij samen met een Loekie. Oké, we hebben hier een pak suiker. Die leveren we in. Pakje met suiker hier en... Serieus, nu al? Ik weet niet wat het is met Geel vandaag. Hij weet me steeds te vinden. Oh... Ik was zo dichtbij. Hij heeft me wel letterlijk bij suiker afgezet. Oh nee, wordt de laatste speler nou ingemaakt? Hoor ik dat goed? Nee. Dit kan nog wel eens moeilijk worden. De laatste speler is gevonden. Of tenminste, ik ben de laatste speler. Loekie speler. Oh, ben je serieus? Oh, snel. Ga ik dit halen? Oh, net op het nippertje. Volgens mij zit er nog wat achter me aan. Oh, zeker. Ze zitten met z'n drieën. Oh, met z'n vieren. Ik heb alle vier de Rainbow Friends bij elkaar. Dat is me nog nooit... Oh nee, wat doe ik nou? Sorry, ik raakte in paniek. Maar dat was serieus best wel gaaf. En weet je wat ook gaaf is? Als Cyan je niet kan opeten. Heel gaaf. Deze leveren we in. Paars is geel. Oh, ben je echt serieus? Ga ik dit doen? Net op tijd. Kan ik hieronder? Rainbow Friends kan soms zo lastig zijn. Oh nee, snel. Oh, ben je serieus? Hoeveel pech kan je hebben in dit spel? Ik kan Geel zijn hulp wel gebruiken, want die kan mij laten zien... Perfect. Waar het laatste suiker ligt. Op deze manier kan ik heel de map checken. Ik heb het alleen niet gevonden. Ze kunnen me letterlijk niet pakken zolang ik in het karretje zit. En wat is Cyan aan het doen? Wilt hij op het springkussen? Volgens mij zit hij vast in het springkussen. Oh, het laatste pak. En nee, groen, die ga ik niet met jou delen. En ook niet met jou, blauw. Dit is altijd het spannendste moment. Blue staat daar. Die zit achter me aan. Dus als er nu een Rainbow Friend aan het einde van deze brug staat, kan ik niet meer ontsnappen. Let's go. En dat betekent dus dat ook Cyan dat doet. Oh nee, mijn Loekie-familie. Ik hoor daar ook bij. Dit is zo grappig. Oh ja, vergeten. Dat is het ding. Er zit een monster achter me aan. Oh my gosh. Dit voelt als Pac-Man. Ik ben Pac-Man. En dat is een van de spookjes. Ik heb hem nog nooit zo dicht op me gehad. Maar voor alles is een eerste keer. Doei doei, Cyan. Yes. Abonneer voor meer. En adios.